Sporten is van groot belang voor het individu, maar zeker ook voor gemeenschappen. De gezondheidsvoordelen en het sociaal contact tijdens het sporten maakt dat sporten onontbeerlijk is bij het ontwikkelen van gebieden. Gelet op dit belang is er onlangs een basketbalveld geopend te Nieuw-Nikeri. Het welbekende beeld van sportende Nigerianen 's avonds op het Volksplein zal hiermee een extra dimensie krijgen. Wat we hier doen, wat gestimuleerd is geworden door Stichting Nikeri in Beweging, in algemeen belang is, maar ook in het belang van het individu zelf. Met name voor een gezonde mens, een gezonde samenleving, is het heel belangrijk. En daarom hebben we minister Afvallers Gezondheid ook hier. Met andere woorden, een leven met sport en beweging voor iedereen is van groot belang voor een vitale, gezonde samenleving. En vandaar dat we ook in die stichting Dr. Liefeshoe hebben, het kan niet anders. We hebben ook mensen die aan sport doen, dus het kan gewoonweg niet anders. Het is dat je het beste uit jezelf haalt, ongeacht je leeftijd. Ongeacht je met een beperking bent, of gewoon omdat je georganiseerd bent. Of je nou in een club bent, in je vrije tijd, op school, of thuis, of wanneer je bezig bent in een veld. Al deze zaken dragen een bijzondere bijdrage aan een gezonde samenleving. Sport kan dus worden ingezet als middel voor een aantal uiteenlopende maatschappelijke thema's, zoals strijd tegen overgewicht, tegengaan van vereenzaming. Ik zie dus dat we hier ook wat oudere mensen zien die op de maandag, woensdag, vrijdag bezig zijn. En ik vind het gewoon een plezier om naar ze te kijken. Ik heb, laat me zien, 2017, medio 2017, begin 2018, heb ik ook heel braaf op de maandagen, woensdagen, vrijdagen met mijn echtgenoot hier gelopen. Het doet je gewoon goed. En wat je ook ziet, de mensen die hier komen, ook de ouderen, het is voor hun echt een plek dat ze daar zitten. Al lopen ze niet veel, maar ze zitten, ze ontmoeten leeftijdgenoten, ze praten. Het doet goed. Het is gewoon gezond voor de gemeenschap. Socializing. Verder zien we ook dus dat mensen ook die aan een of andere chronische ziekte lijden, ook mensen met een beperking, die kunnen ook allemaal aan hun trekken komen. Ook op de sportvelden die u hier allemaal ziet, maar ook vanwege het feit dat je hier kunt bewegen. Ik heb het ook gezien dat ouderen, iemand op de jongeren dan, mensen op de rolstoel hebben genomen en hier gewoon rondjes doen. Het is gewoon prettig, het is gezond. Ik heb ook aan de wieg gestaan van dit complex en het is een primeur. Het verdient gewoon nadoen voor de rest van Suriname. Hier was een moeras en toen begon regering Bouterse 1, ik was toen in een andere hoedanigheid, om hier productief te gaan maken, productief voor sport. En mevrouw Jairam, ik mag u zeggen, vandaag aan de dag, men heeft zoveel geprobeerd om gezondheidszorg de kosten omlaag te brengen. En dan heb ik het niet alleen over Suriname. Wereldwijd wil men de kosten omlaag brengen. En dan praat ik over grote organisaties in de gezondheidszorg. Pan American Health Organization, World Health Organization. Ze hebben allerlei dingen bedacht. Hoe gaan wij gezondheidskosten omlaag brengen? Ik denk dat als collega Hoefdraad een app van Elias ziet, dat hij al begint te beven, want zoveel kost de gezondheidszorg. Maar men heeft plannen bedacht, fiscal space study, waarbij men belasting op tabak gaat heffen en belasting op suikermiddelen, op fastfoodketens. Al dat brengt de gezondheidszorg niet omlaag. Want als je
belastingen omhoog brengt, dan gaat de smokkel welig tieren. Ze hebben bedacht, en dan kom ik op u, mevrouw Jairam. De enige manier om de kosten omlaag te brengen, is bewegen, sporten. Dus dit is geen bodemloze put. Dit ding is juist voor de toekomst een enorme besparing in de gezondheidszorg. Want de internationale gezondheidszorgorganisaties vinden of zijn nu tot de conclusie gekomen dat er twee dingen kunnen zijn die de gezondheidskosten omlaag gaan brengen. Eén is bewegen, de sport, en het tweede is een gezonde voedingspatroon. Ik wil u vandaag, Nigerianen, feliciteren met een nieuw mijlpaal voor dit zo'n mooi complex. Er hebben velen aan de wieg gestaan. Ook ik heb aan de wieg gestaan toen van, als we zo'n mooie veld hebben, ik dacht dat dit onze eerste veld was dat we moesten gaan onderhouden. Moet er ook onderhoud zijn. En zo zijn we tot de conclusie gekomen van, we gaan een kleine bijdrage vragen. Dit is absoluut gemeenschapsbezit. De stichting heeft slechts tot doel, want ik stond er ook aan de wieg van in mijn vorige functie, dat wij blijvend onderhouden. Want je kan ook donoren krijgen, maar jij moet het ook verder gaan onderhouden. Want het heeft geen zin dat je over 10 jaar of over 5 jaar weer op de bedelstoep bent en steeds maar blijft bedelen. Je krijgt een duw in de rug en dan moet je voortgaan. De stichting wil ik veel succes toewensen. En ik wil Nikeri nogmaals heel veel feliciteren. Nikeri beweeg. Nikeri bewegen gaat je gezond maken. En een gezonde mens kan voor een gezonde economie zorgen. Dank u wel. Zoals eerder aangekondigd, is in leven geroepen om het beheer van deze sportvelden op zich te nemen, zodat wij natuurlijk de continuïteit kunnen garanderen voor de jeugdigen en natuurlijk alles eromheen. Er stonden eigenlijk al velden hier. Wat was het belang voor nog één en nog terwijl een basketbalveld? Is het bewust? Ja, sowieso is het bewust. We zijn begonnen met kunstgrasmatveld. Vervolgens hebben wij een volleybalveld gehad en al gauw werd de roep vanuit de gemeenschap groot om ook andere soorten sportaccommodaties hier te mogen hebben. En het meest gevraagde was een basketbalveld. De mensen die sporten al op de maandag, woensdag, vrijdag, dan kunnen ze lopen om het plein. Maar wat dus nog al niet berekend was, was een basketbalveld. Toen hebben wij dus naar mogelijkheden gekeken om dat te realiseren. En het is goed, ons aardig gelukt, vandaar het basketbalveld. De vraag naar een basketbalveld was het groot. Maar het is niet alleen een basketbalveld, het is ons ontgaan om aan te geven. Het kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals het tennissen bijvoorbeeld. Zou je dus dan ook eventueel kunnen hier. En in principe kan je dan praten over een multifunctioneel veld. Wat heeft de doorsnee Nigeriaan aan dit nieuwe veld? Zo, heel veel zou ik zeggen. En als ik zeg heel veel, dan kunnen we dat meten aan de gezondheid. Zoals wij weten zijn de cijfers van suikerziekte en hoge bloeddruk in Nigeria hoog. En zoals de minister ook al heeft aangegeven, zou jij de gezondheidszorg willen verbeteren, zou je dus ook preventief te werk moeten gaan. En al deze sportaccommodaties waar mensen zich dan kunnen bewegen, leiden er naartoe dat de gezondheid verbeterd kan worden. Dat is één. En twee, wij proberen de jeugdigen, de jongeren op zo'n opvoedkundige manier groot te brengen, groot te maken. En ik denk dat het sporten daarin een heel belangrijke rol vervult. Wanneer wij ze de faciliteiten bieden om te sporten in plaats van hangen langs de wegen en of winkels, weten we in elk geval dat wij goed bezig zijn en dat wij straks kunnen praten over een fatsoenlijke samenleving. Wat zal er nog nodig zijn volgens jou om de jongeren hier in het district bezig te houden, goed bezig te houden? Nou, motivatie. Motivatie is het belangrijkste ding. Omdat als
de faciliteiten er zijn en de jongeren die participeren, dan nou, kunnen we niet aan doen. Maar ik zeg, we moeten werken eraan toe. We moeten de jongeren zodanig aanmoedigen, dusdanig motiveren, dat ze ook komen participeren en optimaal komen participeren aan dit soort dingen, aan dit soort activiteiten. Zo? En geloof me, Yoshimiya zo. Misschien kan je even een oproep doen aan Nigeriaanse jongeren? Ja, helemaal. Jongwang, AUB, Kong, participeer. Mensen hebben een grasmat, heb je een volleybal, heb je een basketbal, hoe kom, kom participeer, kom doe mee. Toch? Want het is voor jullie. Oké? Anogi mi, anogi miwang, anogi uruwang wang, sabi toch? Nagi de jongwang, nagi de kermang. Hoe kom, participeer, optimaal. Ben je blij met het nieuwe veld? Ja, ik hou van basketballen. Betekent dat je vaker hier zou zijn? Ja. En neem je dan je vrienden mee of kom je alleen? Misschien mijn vrienden, misschien alleen. Of misschien met mijn moeder en vader. En mijn broertjes. Is dat gelukt om hier een basketbal in het net te krijgen? Ja, 1 of 2 keer. Hoe belangrijk is het dat er een nieuw veld hier komt te staan volgens u? Dat is heel belangrijk voor de jeugd natuurlijk. Ook voor de ouderen en de middenklas senioren. Laat me zo aangeven, wat sport betreft, moeten wij eigenlijk niet alleen voetballen, slagbal spelen of laat me zeggen tennis of wat, ook basketbal. Want basketbal is een van de internationale sport. En wat beweging betreft, heet het ook een andere beweging en regels. En dat moeten we toepassen in onze toekomstige sportwereld. U bent zelf op bezoek in Nigeria. Als u de volgende keer komt, zult u weer hier stoppen? Ja, zeker wel, want het is bijna elke maand dat ik in Nigeria kom. Familiebezoek, werkbezoek. En het valt me heel veel op dat ik nu een basketbalveld, helemaal compleet, met verlichting natuurlijk, bij mag zien dat de kinderen ook in de avonduren, niet de kinderen, oudere mensen ook, kunnen basketballen. En dat zorgt ook voor een stukje ontwikkeling en beweging voor het gemeenschap van Nigeria. We hebben wat grote plannen, moet ik aangeven, zoals u het plein ziet. Een van de andere behoeften is een trimbaan. En natuurlijk kijken we naar de mogelijkheden, want financieel zou dat ons ook moeten lukken. Hoe wij in samenwerking met overheidsinstanties dat kunnen realiseren. Maar dat is een heel groot plan. Dus ik zou dan nou niet praten over zo spoedig mogelijk overgaan tot het realiseren daarvan. Maar sowieso heeft het onze aandacht. En we gaan kijken dan hoe wij die trimbaan kunnen maken hier. Zodat dit geheel een sportcentrum wordt.